Ja, we zijn dit weekend eigenlijk hebben we gewacht op de gyrofeesten die hier nog gepland waren. En dan vandaag zijn we begonnen met de asbestafbreek. De komende weken gaan we dan eigenlijk al de rest afbreken. En dan hopen we binnen een drietal weken te beginnen met de grondwerken. En dan zou de sporthal klaar zijn tegen eind volgend jaar, normaal gezien.